Ik ben terug. Het is gewoon midden augustus en er zijn nog steeds mensen die dit kutspel spelen. Maar ja mensen, mijn naam is Kalsjoep en welkom terug eindelijk bij een nieuwe video van Call of Duty. Ik ben terug in België zoals jullie zien voor de mensen die het niet zouden weten waar ik de fuck was. Ik was zoals ik altijd zeg in het land van melk en honing. Fucking 3 weken niet gespeeld en ik heb nog steeds de Call of Duty skills. Ik moet zeggen, ik heb het echt gemist. Ik kon gewoon niet wachten tot ik weer voor mijn tv zou zitten en ik kon ergeren aan dit kutspel. Daar gaat de eerste controller al. Maar goed, ik ben sinds vandaag terug in België. En ik heb nu al iets fucking nuttigs gedaan in mijn leven. Ik ben namelijk pizza gaan eten. Dat was gewoon fucking lekker. Maar ik heb een probleem, als ik pizza eet, ik kan niet stoppen. Ik eet, ik heb genoeg gegeten, mijn buik zit vol en er ligt nog een stuk pizza en ik moet het gewoon opeten. Kent je die scène van Shrek waar die kat zo smeekt? Zo smeekt die pizza naar mij zodat ik die al ga opeten. Ik kan er gewoon niks aan doen. Dus ik eet mijn buik zo vol dat ik gewoon buikpijn krijg. Dat is gewoon fucking erg. Dat is echt een psychisch probleem wat ik heb. En what the fuck was die kerel eigenlijk bezig? Nee, ik weet het niet. Maar goed, als je denkt dat ik nu terug ben in België en terug video's ga maken, nope. Na deze video komt er waarschijnlijk 1 video en dan is het weer... What the fuck is dat ook alweer? Dat is de fucking Terminator! Die heeft me niet gezien. Die heeft me gewoon fucking niet gezien. Ik kan te gewoon... Na deze video komt er waarschijnlijk 1 video. En dan is weer 5 of 6 dagen weer geen video's. Sorry. Voor de mensen die nog nooit Pools water hebben gezien in hun leven... Zo ziet dat eruit. Dat is... Doorzichtig, het is vrijwel hetzelfde. En weet je, het is lang geleden dat ik eens in een commentary een fatsoenlijke class heb gebruikt. Dus vandaag tijd, ik heb besloten, vandaag ga ik eens een normaal wapen gebruiken, nu. Hoehoehoe. 2 kills zonder dat ik het wist? Oké. Ik kan mijn eigen ogen niet geloven waar ik nu bezig ben. 6 kills zonder dood te gaan. What the fuck? Opeens nekpijn. Godverdamme, er is gewoon een spier verschoten of wat. Nu goed, nu dat ik eraan denk. Het is weer eens tijd dat ik eens een verhaaltje vertel wat ik in mijn leven heb meegemaakt. En voor de mensen die zich zouden afvragen waarom ik hier in godsnaam opkom om dit nu te vertellen. Wel, ik ben dus pas terug uit Polen en deze keer zijn oma en opa meegegaan naar hier in België. Om even een week te komen frieten eten eigenlijk. En mijn verhaaltje, dat speelt zich af pakweg 8, 9 jaar geleden toen mijn oma en opa voor de eerste keer naar België kwamen voor een weekje. En dat is hun 2e keer nu, by the way. En wij zijn dus toen gaan uiteten. In een Chinees restaurant. Dat was blijkbaar een maandelijkse of om de 2 maandelijkse routine van ons om eens naar een Chinees restaurant te gaan. Maar als wij naar een Chinees restaurant gaan, wij gaan gewoon fucking helemaal naar Nederland. Waarom? Ik weet niet, we hebben vol Chinese restaurants in de buurt, maar nee, wij gaan helemaal naar Nederland. We eten daar, we bestellen eten, we eten Chinese, ching, pang, 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 huang. Weet ik veel hoe dat dan noemt. Bami, nasi, goreng. Weet ik veel wat dat allemaal is. Je weet wat ik bedoel, we eten Chinees. Dat is het eigenlijk, wat je moet weten. En nu goed, een mens heeft zoiets als hij iets eet of iets drinkt, af en toe moet je eens naar de wc. Dus ik als klein manneke, ik ga naar de wc. Boom, bitch. En als elke normale mens, ik sluit mijn eigen op de wc. Gewoon het lokkerke dicht doen, anders kan er gewoon iemand binnenkomen, terwijl jij daar gewoon fucking staat te schijten. Dus ik doe het mooi dicht, ik ga zitten, en je weet hoe dat allemaal gaat. En herinner u, ik was klein, het is 8 jaar geleden of zo. Dus ik ben klaar. Waarom ploft dat ding niet? Godverdomme. En ja, ik wil dus gewoon terug naar buiten gaan. Maar wat merk ik dan?
Ik wil dat open doen, dat ding, dat, die deur. Die wc-coach, ik wil dat open doen. Maar dat ging gewoon niet. Ik zat dus gewoon fucking opgesloten in een wc-coachje in een Chinees restaurant. En ik weet niet wat ik had, ik was gewoon een verlegen jongen. Ik zou niet durven om op die deur te kloppen. Mama, help mij, ik zit vast. Dus ik bleef er gewoon mooi zitten. Totdat er iemand van mijn familie zou komen. Ik weet niet wat bezielde. Ik had gewoon zo'n tactiek bedacht. En letterlijk na een uur of zo kwam mijn oma binnen. In het mannenwc. In de mannenwc. In het mannenwc. In de mannenwc. Ja, in de mannenwc. En die vroeg ze van, ja, Kasper, zijt hier? Ik vol tranen. Ja, help me, ik was hier. Ik zat dus gewoon fucking een uur opgesloten in een wc-kotje in een Chinees restaurant. Eigenlijk zou ik gewoon mijn bakkers moeten dicht houden en dat verhaal niet vertellen, want waar de fuck zou je dat verhaal eigenlijk op? Mannetje, waarom lopen ze gewoon niet met fucking kogels? En eigenlijk moet ik mijn rage echt in bedwang houden. Want mijn oma en opa die zitten gewoon beneden. En dan denken ze weer van, godverdoeme. Onze kleinzoon die is, dat is een retard. Ah ja, nog iets. Jullie weten wel, als ik over iets droom, s'nachts, dan beleef ik die droom echt. Dan denk je dat dat echt is. Maar echt, echt, echt. Dus vorige week toen ik nog een pool was, ik was aan het slapen en ik was echt aan het dromen dat ik in een of andere space shuttle zat in de ruimte. Met allemaal ruimtepakken. Met allemaal andere mensen in de ruimte. Met ruimtepakken. En een van die andere mensen, dat was gewoon Jennifer Lawrence. Voor mensen die niet kennen, dat is ja, dat wijf van The Hunger Games. Oh my fucking god, waar dit eten van dan? Dit eten van dan? En ik weet niet, ik dacht gewoon dat dat echt, echt was. Ik beleefde gewoon die ruimte. En op een gegeven moment werd ik op een of andere manier doodgeschoten door een of ander monster. En ik werd gewoon gerevived door Jennifer Lawrence. Die zat gewoon zo face-to-face voor mij, mij gewoon te reviven. Ik dacht, dit is gewoon niet te fucking geloven. Jennifer Lawrence voor mij. Maar het punt is, dat reviven, dat was niet zoals een Call of Duty met zo'n... Dus dat stroomshock ding, dat reviven was dat... Dat zijn masker op mij moest doen, zo... Wat ze in de ziekenhuizen hebben, zo. Je weet wat ik bedoel, zo van die maskers. Dus ik was aan het in- en uitademen uit dat masker, of in dat masker. En terwijl ik was in- en uit aan het ademen, was ik gewoon wakker geworden. En ik was gewoon uit mijn slaap, gewoon verder. Zo aan in- en uit aan het ademen. Ik doe, what the fuck, man? Dus wat eigenlijk droom werd, werd gewoon realiteit. Dus met andere woorden, ik was gewoon in het echt ook face-to-face met Jennifer Lawrence. Manneke, ik ga toch dood? Ik kan niet mikken. Maar goed mensen, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vonden jullie het leuk? Laat dan alsjeblieft een like achter op deze video. Ik weet niet waarom ik zo deed, maar ik vond dat wel eens fijn om te doen. Laten we eens de fucking 1000 likes weer halen op deze commentary. En dan ben ik gewoon weer helemaal blij. En dan vind ik het helemaal mooi. En dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe video. Waarschijnlijk ook s'avonds rond 6 of 7 uur. Komt er geen video, betekent dat ik te lui was. Dus mensen, ja, welkom terug. Kastjob is weer levend. Nu dan toch. Volgende week weer geen video's. Daarna terug een paar video's. Dan weer geen video's, maar... We komen er wel. Maar kom goed.